Ja, eigenlijk twee gezichten getoond, vind ik. De eerste helft waren we vrij goed aan het spelen, vrij goed aan het combineren tussen de lijnen en dergelijke. Dan komen we ook verdiend 2-0 voor. En dan denk ik, de tweede helft, dat we een beetje te veel aan het afwachten waren. En dachten dat we die 2-0 konden halen. En dan bleek toch de vijf minuten dat het eigenlijk niet zo ging zijn met een domme tegendoelpunt. En voilà. Nu, het was vandaag een zeer belangrijke wedstrijd van jullie, maar het was wel een zespuntenwedstrijd, hè? Ja, inderdaad. Gelijk de coach zei, vandaag moesten we eigenlijk bevestigen wat we vorige week hadden gedaan. En dat hebben we ook goed gedaan. Kijk, als we vandaag wonnen, dan gingen we eigenlijk naar de linkerkolom geraken. Het was een belangrijke wedstrijd en dat we het ook, daarmee dat we ook goed zijn gestart in het begin. En ik zeg het, tweede helft was dan niet anders natuurlijk. Het was een ander gezicht. Brengen deze soort wedstrijden nu een extra druk met zich mee? Ik denk dat we nu een beetje met druk spelen, maar het is niet gelijk in het begin van het jaar. Want dan hadden we echt een druk van we moesten bij de vijf eerste geraken. Terwijl dat we nu eigenlijk wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En dan is er minder druk, vind ik, tegenover de eerste wedstrijden. Maar we moeten ook zeggen dat we veel pech hebben gehad de laatste tijden. We hebben met de blessure gezet van de twee centraal van achter, Lode Vertonghen en Lens Kawaya. Dan hadden we ook een blessure van onze middenvelder. Gelukkig is hij teruggekomen. En dan zie je ook dat hij meer rust brengt op het middenveld. En dat we beter voetbal brengen. Had je verwacht van hier vandaag te winnen? Ja, tuurlijk. Anders kom ik niet. Maar ik denk dat we als ploeg tegen iedereen kunnen winnen. Maar dat we ook anderzijds tegen iedereen kunnen verliezen. En dat is eigenlijk ons probleem. Ons zwakte is eigenlijk ons sterkte. Maar vandaag zag ik het zeker zitten. Ik vond dat we zeker gingen winnen.